Hallo, welkom bij Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports. Het is januari en dus is het tijd in het veldrijden toch voor die o zo belangrijke kampioenschappen. En we polsen bij twee interessante gasten naar hun meningen. Dat zijn ten eerste Bart Arnouts, onze co-commentator en in het dagelijks leven de man die branden blust. En Gerbe Kuipers, de jonge man die een maand geleden, geloof ik, ja, zijn fulltime job in het dagelijks leven opzij om zich voltijds op het veldrijden te crossen, te storten. Welkom, mannen. Gerben, je zat in de wereldbekerselectie in Zonhoven. Hoe heb je de cross in de kuil ervaren? Het was toch een aanpassing op het nieuwe parcours. Ik vond het wel een leuk rondje. Ook al is het niet mijn favoriete parcours, maar toch heb ik me niet verveeld, zou ik zeggen. Dus er was al van alles wat wijs. Dus het was niet mijn beste dag. Ik was niet super goed gestart. Maar ik trok toch goed mijn plan en kwam dichter naar de top 10. Maar dan had ik mijn pedaal in mijn rug gekregen. En dan was mijn rug wat geblokkeerd en was ik wat teruggezakt naar plek 18. Maar dat is niet slecht, de 18e. Maar toch had ik wel op wat meer gehoopt, maar na een kerstperiode die zo zwaar was, denk dat iedereen wel moe was en denk dat wel voor iedereen wel gekomen is dat we eventjes een paar dagjes rust kunnen nemen en ik niet moet nadenken om binnen 2 dagen terug te gaan crossen. Ja, inderdaad. Maar je hebt wel een heel succesvolle periode achter de rug. De voorbije 2 maanden heb je spraakmakende resultaten neergezet, met onder andere winst in de TV-cross in Essen. Is het jou ook opgevallen, Bart, dat hij plots aan de oppervlakte komt? Of is het helemaal zo plots niet? Plots, het was voor Essen al een beetje in... het zat eraan te komen. Dus het is eigenlijk wel een van de figuren die dit seizoen er bad uitspringt. Omdat het, zoals je net zegt, job opgegeven, net geen belofte meer. Nog geen prof, maar wel tussen de profs goed presteren. Dus op dat gebied is dat eigenlijk wel een van de interessante figuren van dit seizoen. Ja, je job opgegeven, Gerben, hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Want je stond in de fabriek, in een vleesverwerkend bedrijf in Veurne, klopt dat? Ja, dat klopt. Allee, ik stond niet echt aan de band, zoals misschien de mensen wel denken, maar ik werkte eigenlijk op de bureau, op de technische dienst. En daar was ik eigenlijk technical planner. Dus alles die eigenlijk stuk was, moest ik gaan nakijken of nieuwe stukken bestellen. Of als er een werkje moest gedaan worden, moest ik dingen vooraf gaan plannen wat we nodig en al die onderdelen. Dat de techniekers dan eigenlijk later in de week die herstelling kunnen gaan uitvoeren en eigenlijk niet meer moet wachten op stukken, dat eigenlijk direct kan uitgevoerd worden. Dus dat was mijn job en dan heb ik eigenlijk een maand geleden, begin december, heb ik dan mijn job opgegeven omdat praktisch was dat gewoon niet meer haalbaar. Nee, om het te combineren met de trainingen bijvoorbeeld, want het was vroeg dag telkens voor jou om dat te kunnen combineren met trainen. Ja, dat was misschien nog voor- en nadeel. Ik werkte in een ploegensysteem, dus... de wekker ging meestal af om 3:50 bij mij 's morgens. Dus dan begon ik om 5:00 met werken en had ik om 1:00 gedaan en dan moest ik meestal nog gaan trainen. Maar de week erachter was het dan omgekeerd en moest ik om 1:00 beginnen tot 8:30 moest ik dan werken. Dus dat was altijd wel het bioritme die wat verstoord werd, maar het heeft ook wel positieve effecten meegebracht, dat ik niet altijd aan die koers moet denken. Dat je ook een keer met andere dingen bezig bent. Ik weet nu ook wat dat werken is. Veel jongens zijn van hun jeugdperiode van school direct prof geworden. En ik weet wat dat werken is en ik zou toch liever... profrenner worden, denk ik. Dat neem ik aan. Bart, jij werkt ook in een ploegensysteem als brandweerman. Kan je dat voorstellen, dat je dat ook nog eens combineert met trainen en crossen op hoog niveau? Ja, ik heb eigenlijk al heel interessante dingen gehoord. Wat hij zegt, heel
mentaal kan dat inderdaad een voordeel zijn, dat je nog iets anders hebt. Zeker op momenten dat het misschien wat moeilijker gaat, dat je toch je zinnen kunt verzetten. Ik denk vooral dat het voordeel nu zal zijn dat je die trainingen, oké, dat je die er ook nog ergens bij tussen plakt, dat hebben er nog wel veel voor over, maar je komt die rust vooral tekort. En ik denk dat dat nu het grote verschil zal zijn, dat het vooral dat je nu een beetje fysiek echt tot rust kunt komen. En dat dat misschien wel nog een stap kan en gaat helpen. Ja, je wil absoluut prof worden, Gerben. Je bent op zoek naar een profcontract. Hoe verloopt die zoektocht? Het verloopt een beetje stroef, zou ik zeggen. Want ik heb nu een manager aangenomen sinds eind november. Zelf had ik dat niet in gedachten om dat te doen. Maar ja, op aandrang van sommige mensen in de veldritwereld zijn van, ja, je zou dat beter doen, want die mensen hebben meer connecties om bij die ploegen binnen te geraken. Maar ja, binnen het Belgisch veldritwereldje is het wel wat moeilijk, omdat alle ploegen zitten in, ja, eigenlijk zo goed als vol. Er zijn ook jongens met meerderjarige contracten die eigenlijk niet dit jaar aflopen, maar volgend jaar of zo. Dus is het wel moeilijk. Dus er is eigenlijk totaal nog niets concreet. Oftewel krijg ik het antwoord dat budgetair moeilijk is om nog iemand bij te nemen. Dus ja, het is een moeilijk pad dat ik moet bewandelen. Maar ja, ik hoop toch dat er nog iets uit de bus valt. Ja, op dit moment cross je nog voor het Proximus Alpha Motorrooms Dolcini team. Dat is een hele lange naam, vandaar dat ik er soms over struikel. Maar als elite renner zonder contract, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Want dat is de categorie waarin je officieel uitkomt. Ja, eigenlijk ben ik elite zonder contract en ben ik, behoor ik niet tot de profs. Dus dat maakt het allemaal nog wat specialer. Maar wordt er eigenlijk, ja, door de media-aandacht wordt dat ook wel wat meer opgepikt. Omdat ik zelf geen prof ben, maar ik krijg er wel tussen. Ik krijg er niet net achter, maar ik zet er me nu tussen. En dat is voor mij ook wel een aanpassing, dat ik tussen die grotere naam nu tussenrij en duelleer. Ja. Hoe is het om met Wout van Aert en Mathieu van der Poel te crossen? De afgelopen periode? Minder leuk. al zie ik een eigenlijk weinig en ik trek me daar zelf niet van aan. Je ziet dat wel elke ronde dat er daartussen komt bijgekomen is aan de finish, dat die man echt zo snel rijdt dat je zegt van, nu heb ik echt een goede ronde afgewerkt, maar dan zie je er nog een halve minuut gewoon sneller rijden. Dat echt dat ik ga niet zeggen dat dat abnormaal is, maar dat bovenaars is. En dan rijd ik zelf op plaats 8 in de wedstrijd. Dus dan kan je niet zeggen dat je slecht bezig bent. Nee, zo hoor je het ook eens uit de buik van het peloton, hè Bart. Hoe dat ervaren wordt. Absoluut. En ik denk dat dat gevoel bij de meesten wel is. Hè. Er zijn er veel die nu crossen en denken van oké, het gaat hier bij mij niet slecht. En dan zie je toch nog één of twee... nog een stuk sneller rijden, maar ik zou zeggen, dan moet je jezelf ook niet te veel op focussen. Met je eigen bezig zijn, dat gaat goed. En ik denk dat daar nog marge zit om daarin te verbeteren. En als je daarop focust, komt de rest vanzelf. En misschien komt er dan wel eens een dag dat er een aantal plekken achter jou gaat gedacht worden. Nu heb ik een goede ronde afgelegd en Gerben is nog verder weggereden. Hoe komt dat? Dus op dat gebied gaat dat wel goed komen. En is dat iets dat in de sport, de winnaars, daarom is dat ook een winnaar natuurlijk. Of wint hij de koers? Dat is omdat dat de beste is. Natuurlijk, er wordt altijd wat mee vergeleken. Maar dat mag je doen. Maar ik denk ook tot op een bepaalde hoogte. En dan voor de rest voor jezelf het beste zoeken. Ja, jij komt uit in de elite categorie zonder contract, Gerben. Dat wil ook zeggen dat je een apart Belgisch kampioenschap gaat rijden in Lokeren. Jij bent topfavoriet, toch? Ja, ik ben topfavoriet. Zelf kan ik daar niet omheen, maar ik trek me er eigenlijk weinig van aan. Ik ben meer bezig met kampioenschap bij de profs,
omdat we samen normaal mogen starten. En dan wil ik eigenlijk zo goed mogelijk een wedstrijd bij de pros rijden. En zou ik liever top 8 bijvoorbeeld rijden bij, in totaal geheel. Dan had ik, en dan nog een keer die Belgische titel bij de Elite zonder contract. Dat ik 18e word en wel nog Belgisch kampioen word. Dat zou ik daar wel teleurgesteld over zijn, ook al pak ik die trui. Dus voor mij is het eigenlijk het belangrijkste dat je een mooi resultaat tussen de pros neerzet. Ja, en op dat parcours, wat toch vrij zwaar is, dat is wel iets dat jou ligt, hè? Ja, ja. Dus ja, dat zijn echt wel parcours die met mij het beste aanleunen. Zoals de Zonhoven is nog altijd redelijk snel. En dat ligt mij minder goed, omdat ik eigenlijk meestal iemand ben die altijd dezelfde rondetijden, altijd redelijk constant rondrijden. En die eerste rondes rijden de meeste soms 20 seconden sneller dan een normale tempo. En dan zijn die al redelijk ver voor. En dan is het moeilijk om terug die schade in te gaan op een snelparcours. Maar bijvoorbeeld in Havre stond ik daar op de vierde rij. Kom ik daar de eerste bocht door als 40ste, 45ste. En ja, kom ik al na twee rondes als 10e door en rij ik op een gegeven moment op plaats 7. Dus dat zijn de rondjes die mij beter liggen, die tragere omlopen. Zoals Essen ook. Dat was ook niet super snel, maar dat was meer zo meer op vermogen. En dat zijn dan de crossen die me het best liggen, die trage, zware crossen, eigenlijk uit de goede oude tijd van vroeger. Dat zijn eigenlijk de crossen die dat ik het liefst doe. Ja. Die, dat profstatuut wat je najaagt, kan dat ook wel een versnelling zijn als je elite renner zonder contract, als je daarin Belgisch kampioen wordt? Of is dat eigenlijk al niet meer aan de orde? Om die trui te pakken, ja, je moet geen trui pakken om prof te worden, om het zo te zeggen. Nee. Allee, als ik, zeg maar iets, zondag echt een slechte dag heb of pech heb, en ik pak die trui niet, dan denk ik niet dat dat iets slecht kan zijn over mijn seizoen. Mijn seizoen was nu tot nu toe heel goed. Veel beter dan we zelf verwacht hadden. En ik denk als ik die trui niet neem, dat iets van mijn prestaties moet afdoen van de voorbije weken. Want eigenlijk heb ik al heel het seizoen op een heel goed niveau gereden. En dat toont aan dat ik een stap gezet heb en dat mag niet afgerekend worden op één wedstrijd. Nee, maar wie weet, wordt hij zondag toch zomaar aangeklampt door, ik weet niet, Jurgen Mettepenningen of Sven Nysbaert om toch bij hem te komen rijden? Ik denk dat er zeker in zit en dat ook de rechte ambitie is. En natuurlijk, ja, die hun budgetten, ja, dat kunnen wij niet zeggen. Maar vooral inderdaad, ik denk dat het vooral, zondag tussen de profs dat er een mooie uitslag kan inzitten en dat de ambitie moet zijn. En al wat erbij komt, ja, dat is dan een logisch gevolg. Maar ik denk dat je al eigenlijk de elite zonder contract categorie een beetje dit seizoen overstegen bent, hè, in deze situatie. Dat je gerust moet mikken op de profwedstrijd. Ja. Wie wordt het bij de profs? Geen Wout van Aert en er worden drie namen naar voren geschoven? Ja, voor het BK zijn het eigenlijk ook een grote drie waar het iedereen over spreekt. Als je van mij dan... ik sluit me daarbij aan dat het, denk ik wel, in normale omstandigheden op papier tussen die drie gaat gaan. En dan het over Sweek Izerbiet van Toornhout, voor ja, alle duidelijkheid. Voor alle duidelijkheid. Voor mij is de kwaliteiten van die drie, als je dat even apart zou pakken, ik denk dat Izerbiet het beste een wedstrijd naar zijn hand kan zetten. Dus om de koers echt te winnen, op een beslissend moment even sneller rijden, de juiste tactische keuzes. Ik denk dat Izerbiet zijn sterk punt is op dit moment. Ik denk dat Michael van Toornhout de beste conditie heeft op dit moment en misschien ook het meest geschikt is voor dat parcours. En Sweek, ja, een heel goed seizoen bezig. Dus dat komt er dan meestal ook wel in de kampioenschappen uit in het verleden. Maar dat is misschien wel degene die de meeste power heeft. Dus ik denk dat je op die manier die drie een beetje kunt inschatten. Als ik een naam moet noemen, zeg ik Michael van Toornhout. Ja. Voor de overwinning dan. Wat denk jij daarover, Gerben? Over de mannen waar je toch ook al vaak tegen gecrossed hebt? Ja, ik denk... dat een redelijk spannend BK gaat zijn. Het had ook anders
terug anders moeten gekoerst worden. Ze hadden zelf de wedstrijd moeten openbreken, wat Wout en Mathieu en meeste en ook Pidcock deden van ronde 1. Die rijden die eerste halve ronde zo snel dat de gaten eigenlijk al geslaan worden in die eerste ronde. En dat er bijna geen marge is om dat goed te maken. Maar nu gaan ze zelf terug die koers moeten openbreken. En ja, dat was misschien wel een beetje de vraag. Wie gaat dat wel doen van die drie? Dus het kan ook zijn dat het wat langer gesloten zal zijn. Want ja, de andere jongens zoals mij, Emile Verstringen, Joran Wiseure, Thibaut Nijs, die gaan denk ik wel redelijk goed mee zijn van in de start. En die gaan er ook in proberen tussen wringen en overal. Dus voor hen zal dat misschien ook wel wat aanpassen zijn. Maar ik denk met weersvooruitzicht dat Michael wel een goede kans maakt. Gewoon omdat toch ja, veel in het bos is, wat glad. Dus ja, ik geef Michael wel het voordeel. Ja, Michael van Toornhout, de man die ook al Europees kampioen werd het voorbije seizoen. En dus ja, eigenlijk aan zijn beste seizoen ooit bezig is. Net zoals jij, Gerben. Want het is ja, bijvoorbeeld in de Coupe de France heb jij ook 5 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het gaat niet alleen over Essen wat jouw seizoen betreft, maar ook die wedstrijden in Frankrijk, ook het eindklassement. En die Coupe de France, ja, dat is eigenlijk een klein beetje onbekend is onbemind bij ons, maar dat staat wel vrij hoog aangeschreven. Hè? Ja, dat voor Frankrijk, voor de Franse renners is dat belangrijker dan de wereldbeker. Die jongens, dus, ja, bijvoorbeeld is een wedstrijd de wereldbeker in Tabor, maar in hetzelfde weekend was er de Coupe de France in Omet. Dan staat ja, de Franse kampioen Joshua Dubois aan de start in Frankrijk. En de Coupe de France, omdat dat voor hun hoger staat geclasseerd dan de wereldbeker, wat voor ons helemaal anders is in de rangorde. Maar ik moet zeggen, de Coupe de France, er komt daar echt veel volk naartoe. Als je de deelnemerslijsten ziet, er staat daar de zaterdag 180 man aan de start. Dus ja, dat is al elke wedstrijd zo geweest dat er tussen de 150 en de 180 man aan de start staat. Dus het leeft wel in Frankrijk. En wij moeten 2 uur rijden naar de cross, maar zij steken ja, heel Frankrijk door. Maar al die jongens staan daar aan de start, dus de Coupe de France leeft daar wel. Ja, 150 renners aan de start, Bart. Dat is nog meer dan die grote crossen hier in Diegen, waar bijna 100 renners waren. Ja, het is vooral, het klopt helemaal, om daar te winnen, je moet dat niet onderschatten, want dat geldt niet alleen voor de Franse renners in Frankrijk, maar in het begin van mijn carrière ook geregeld in het buitenland gaan crossen. En dan denk je, op papier zou je dan misschien denken dat je makkelijk kunt winnen, maar dat is eigenlijk dan meestal niet. In die tijd ook, als je dan naar Zwitserland gaat, zijn er altijd wel een paar Zwitserse renners die in een wereldbeker bijvoorbeeld, dat je die jongens helemaal niet voorin ziet. Maar als het om de overwinning gaat, dat is een andere manier van koersen. In eigen land, die kunnen dan toch vaak wat meer. Dus het is niet vanzelfsprekend om dan die koersen effectief te winnen. Ja, inderdaad. Je hebt een aantal wereldbekerselecties ook gekregen dit seizoen, Gerben. Droom je ook nog van een WK-selectie? Ja, daar droom ik toch wel van. Ik denk dat er wel in zit, maar die keuze moet ik aan de bondscoach laten. Ik weet eigenlijk niet wanneer dat de selectie echt bekend wordt gemaakt. Ik denk maandag na het Belgisch kampioenschap. Dus dat is een beetje een stress afwachten, maar ik hoop dat ik erbij ben. En ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik het zou verdienen. Het is niet dat ik de eerste of de tweede in de rang word, maar ik denk het laatste plaatje of voorlaatste plaatje, dat misschien wel een mogelijkheid is dat hij naar mij gaat. Heb je veel contact met Sven van Toornhout, met bondscoach? Ik heb af en toe contact met Sven. Dat is niet wekelijks, maar ik hoor hem wel af en toe eens hoe dat gaat of zo. Maar ja, we zullen moeten zien maandag. Ja, wat zou het betekenen om zo'n WK te rijden? Het is niet dat je dat nog nooit gedaan hebt, want op het WK van de belofte in Fayetteville was je er ook al bij. Maar ja, het grote WK in hoger rijden. Ja, dan, ik, ja,
Ik denk dat dat niet het hoogste is wat je kan meemaken, maar het zou gewoon een unieke ervaring zijn om dat te mogen meemaken. Ook, het is redelijk dicht bij ons. Redelijk dicht bij ons thuis. Het is bijna in België, het is dicht bij de grens. Het is daar altijd wel veel volk en een grote sfeer. Dus die jeugdkampioenschappen, de wereldkampioenschappen, er is daar wel altijd wel wat volk. Maar ik denk dat dat enorm speciaal moet zijn dat je het grote WK mag meedoen. Dus het zou ook speciaal zijn als ik daar als elite zonder contract naartoe zou mogen als naar een prof-WK. Dus dat zou het extra speciaal maken. En misschien ook nog die extra de drempel om misschien toch prof te worden voor een ploeg. Ja, wie weet, inderdaad. Bart, het is zo'n WK vlakbij huis, om het zo te noemen, net over de grens met Nederland. En als we zien wat er de voorbije crossen aan volk op afgekomen is, dat gaat onwaarschijnlijk zijn daar in Hoogrijden. Ja, absoluut. Ik denk dat dat WK in die lijn verder gaat. En dat ze daar waarschijnlijk, ik doe maar een beetje een gok, maar daar verwachten ze denk ik toch wel tussen de 30.000 en de 40.000 toeschouwers. Dus dat gaat zeker een prachtige sfeer zijn. En absoluut, als je daarbij mag zijn in de elite categorie, dat is weer een extra stap in een carrière. Dus op dat gebied hoop ik mee dat dat gaat lukken. Ja, dat zijn cijfers in de orde van het WK in Kokzijde van 2012. Hè. En Kokzijde, dat ligt jou na aan het hart, hè, Gerben. Dat is een parcours dat vlakbij jou thuis is, want je bent afkomstig uit Nieuwpoort. Dus dat spreekt toch tot de verbeelding dan. Ja, het zou nog leuker geweest zijn als het bijvoorbeeld in Kokzijde was geweest. Maar ik denk, de toeschouwers zijn nu op de cross terug. En voor ons is dat ook wel een enorm groot verschil. Als het tussen die mensen zeker kan rijden, bijvoorbeeld in Loenhout, kwam de brug af eigenlijk vrij snel voorbij de biertent en de VIP-tent. En daar stonden ze allemaal langs parcours. En dat was fantastisch. Dat is gewoon een geluidsmuur dat je langs fietst. En dat heb ik eigenlijk nog niet veel meegemaakt. Dus ik ben ook wel blij dat er zo'n grote opkomst was deze kerstvakantie. Dus ik hoop ook dat ik erbij mag zijn op 2K. Want ik denk dat er ook wel heel veel personen en mensen aanwezig zullen zijn op dat WK. Ja, absoluut. Kokzijde heb je ook gereden. En daar ging je vroeger ook al naartoe om te kijken. Blijkbaar, het is een bijzondere cross voor jou. Ja, het is heel bijzonder. Het ligt op kleine 10 minuutjes rijden met de auto van bij ons thuis. Dat is ook op de militaire basis dat wordt gereden. En mijn papa werkt daar ook. Dus dat maakt het allemaal nog specialer. Als ik klein was, gingen wij daar naartoe. En dat was eigenlijk, dat was altijd feest. En ik weet nog, achteraf, dat was altijd eind november. En dat was in de periode van de zesdaagse van Gent. En 's middags was dat naar de cross en 's avonds was dat nog naar de piste doorheen. Dus dat was altijd een leuke dag. Ja, en blijkbaar achteraf heb jij ook de tuin bij jullie thuis een klein beetje tot crossparcours omgevormd. Ja. Met ingrediënten, of hoe zal ik het noemen, uit Kokzijde. Ja, ja. Dus wij gingen er altijd. Ik was 5-6 jaar oud. Ik reed graag door de tuin met mijn fiets. Dus vroeger werd er nog veel spandoeken gehangen rond de hekken. En werd er nog meer parcours opgebouwd met linten. En dan vrienden van mijn papa namen dat dan mee. En die spandoeken ook. En dat werd dan bij ons thuis in de tuin afgezet met paaltjes en met linten. En die spandoeken werden dan tussen de palen van de wasdraad gehangen. Dus bij ons was het eigenlijk echt wel een crossparcours. En mama en papa vonden dat minder leuk, want ik reed er eigenlijk elke dag over. En eigenlijk was de tuin niet meer groen, maar die was eigenlijk zwart van de modder. Dus als ik een jaar of 12 was, heeft mama gezegd van, mag nu wel gaan stoppen. En dan hebben ze de tuin heraangelegd dat ik er niet meer door kon rijden. Is het bij jou ook zo begonnen trouwens, Bart?
Het WK Kokzijde, waar hij Reigers won, dat was mijn kennismaking eigenlijk met veldrijden. Ah, ja. Op dat moment ben ik eigenlijk ook zelf begonnen. Dus dat klinkt allemaal heel herkenbaar. En ik heb dan zelf het WK daar mogen rijden in 2012. 2012, juist. Ja. Niels Albert daar. Ja. Dus, en ik dacht toen dat er 60.000 mensen waren, dat er dat gezegd werd. Ja. En ja, gekker dan dat heb ik het nooit geweten. Het was ook een van mijn lievelingsparcoursen, dus ik snap het, ik kan het wel snappen. En als je het zo hoort, is het, ja, is het wel duidelijk wat de volgende stap gaat moeten worden. Hè. Dat is mee tussen de profs. Ja, ja, inderdaad. Je verwees ernaar het WK in 94 in ja. Kokzijde, waar Paul Herreigers won. Gerben, jij bent geboren in het jaar 2000 en dat is ook een mythisch WK-jaar wat het veldrijden betreft. Sint-Michiels-Gestel, waar ja. Richard Groenendaal wereldkampioen werd. Heb je daar achteraf dingen over meegekregen als je zo in de cross stapte? Over die kampioenschappen? Ik ben wel iemand die daar vanaf de jaren 2000 echt wel redelijk van ja, kennis over de WK's en eigenlijk over alle crossen heb. Kijk wel graag nog een keer terug naar crossen van op YouTube van vroeger, hoe dat vroeger was en nu. En ja, ik kan het totaal niet meer vergelijken, maar ja, het heeft ook zijn charme. Ja, weet je dan ook wie er in 2000 wereldkampioen werd bij de junioren? Ja, Bart. Voilà. Zijn kennis is up-to-date, Bart. Toen werd jij wereldkampioen bij de junioren. Ja, toen was ik al bijna 18 jaar. Dus dan beseffen wij nu hoe oud we aan het worden zijn. Ja, maar ja, inderdaad. Ja. Dat was een mooie dag. En wereldkampioen in dat seizoen. In dat seizoen bij de junioren ja, won ik eigenlijk één keer ziek geweest. Dan werd ik tweede. Dus twee crossen verloren in het begin van het seizoen en de rest eigenlijk alles gewonnen. Dus dan ging het vanzelf. Ja, inderdaad. Gerben, het WK, daar had je het al over. Wat is eigenlijk op langere termijn jouw doel? Prof worden, natuurlijk. Maar ja, een echte topper worden in het veldrijden? Of heb je ook ambitie op de weg, bijvoorbeeld? Mijn doel is toch wel om topper te worden in het veldrijden. Maar dit jaar heb ik eigenlijk echt wel de weg gebruikt om mezelf sterker en beter te maken. Ik ben daar nu ook van overtuigd dat het eigenlijk echt daaraan ligt dat, ja, dat je meer inhoud creëert. Maar ja, ik kan redelijk goed bergop fietsen. Daar heb ik ook wel, denk ik, mijn postuur voor mee. In de cross heb ik dat dan ook wel graag, dat het wat bergop gaat. Maar ik wil, ja, stap voor stap blijven groeien. En dit jaar heb ik een grote stap gezet. Sommige jongens hebben dat veel vroeger, bijvoorbeeld dan in 18 jaar. Dat heb ik nooit gehad. Ik ben ook altijd lang klein geweest. Het is eigenlijk maar vanaf junior dat ik eigenlijk echt wel begin groeien ben. Maar bij mij komt het gewoon wat later. Jongens zijn dan, ja, sommige jongens waar hij mee in de categorie reed, hebben altijd voor je geweest. Maar nu ben ik die jongens voorbij. En dat is, ja, dat is gewoon in de sport. Niet alles is op bestelling gevraagd. En ja, veel jongens worden nu al op een 18, 19 prof. Bij mij is dat nu gewoon, ja, enkele jaren later. En soms krijg ik gezegd van, ja, je bent al te oud om prof te worden. Maar ik ben 22 jaar. En ja, dat is nu de nieuwe rage, zou ik bijna zeggen, van je moet voor je belofteperiode bijna al prof. Allee, als je tweedejaars belofte bent of derdejaars belofte bent, dat ze zeggen van, ja, je mag eraan doordoen, want volgend jaar is het je laatste kans en dan is het gedaan. Maar er zijn gewoon jongens die niet vanuit nature uit gewoon die stap op een 18 kunnen zetten, maar die dat gewoon later doen. Er zijn, ja, er bestaan nog laatbloeiers, maar er wordt, ja, binnen de ploegen gewoon minder rekening mee gehouden. Ja, inderdaad. Ja. Rage, hè? Dat is eigenlijk wel het woord. Ja, hè? Ik heb er ooit heel, ik ben ervan overtuigd dat klopt, wat ik daar, een mooie uitspraak dat ik er al wel over gehoord heb. Er is nog nooit iemand te laat prof geworden. Er zijn er al wel heel veel te vroeg prof geworden. Ja, klopt. Inderdaad. Want ja, je kan een relatieve laatbloeier zijn. En het is ook niet zomaar vanzelfsprekend om al direct halverwege de beloftecategorie of zelfs al eerder prof te worden. Je moet ook niet vergeten dat mentaal, dat er
ongetwijfeld, ook al is dat niet bedoeld, ongetwijfeld komt daar extra druk op. En er zijn er een paar, toevallig nu hele grote voorbeelden waarbij dat wel allemaal lukt. Maar al diegenen waar dat niet bij lukt, ja, daar is de normale opvolging van categorieën echt wel niet verkeerd om een beloftentijd uit te doen. En, maar door het succes van de cross een beetje, ja, is dat allemaal wel wat snel gegaan. Maar er zijn ook wel echt wel voorbeelden waar dat niet allemaal gelukt is. Dus op dat gebied, ja, zou ik adviseren, doe wat je moet doen, rustig verder blijven werken. En dan komen dan komt het automatisch in orde, kom je automatisch op je plek terecht en laat de benen maar spreken. Ja, inderdaad. Te beginnen met de komende cross. Hoe ziet jouw maand januari, februari er in principe uit, Gerben? Als alles goed loopt, ja, dan werk ik het Belgisch kampioenschap af zondag. En dan denk ik niet dat ik Benidorm ga doen. Denk dat ik wel de kans zou krijgen om naar daar te gaan, maar financieel en praktisch is dat wel is het heel moeilijk voor mij. Bijvoorbeeld Dublin mocht ik ook en Val di Sole, maar voor mij is dat niet haalbaar. Ik moet dat zelf allemaal wel bekostigen. Ik heb ook maar 2 fietsen, dus ja, de meeste profs hebben er 4, dus die kunnen al vooruit zijn naar Dublin of naar Benidorm, maar ik moet eigenlijk alles bijna dezelfde dag kunnen transporteren naar Hinder. Dus logistiek is dat allemaal wel wat moeilijker, maar dan is het eigenlijk in het weekend de Zonnebeke. Dat is ook in West-Vlaanderen, dicht bij ons thuis. Dus zou ik daar gaan crossen. Dan de week daarna in Besançon, als alles goed loopt, want dat zijn allemaal wereldbekers, dus dat valt nog wel wat af te wachten. En dan ja, hopelijk het WK, of anders is dat een rustweekend voor de andere renners. Ja, inderdaad. Jammer toch, hè, Bart. Hij staat er helemaal alleen voor. Hè? En hij zou die wereldbekers kunnen rijden, mits iets meer steun. Ja, absoluut. Maar als je dat van de positieve kant bekijkt, is dat net een marge die jij nog hebt in de toekomst. En waar je dan hopelijk gebruik van kunt maken van die marge. Ja, inderdaad. Ja. We hopen op het beste voor jou, Gerben, dat het allemaal in zijn plooi mag vallen. Dat laatste puzzelstukje dat misschien ontbreekt, nog mag vallen. Tot slot, mannen, wie wordt er wereldkampioen in hoge rijden bij de profs? Ik denk Wout van Aert. Ik denk hoe dat hij de laatste weken rondrijdt. Hij gaat nu nog op stage. Ik denk dat er daar wel nog... De meeste mensen zeggen, ik kan geen procentje meer bij, maar ik denk dat er wel bij hem wel nog... Zeker aan vast kan en hoe dat ze zij te werk gaan als ploeg. Kan niet zijn automatisme zijn, maar ja, als ik ooit zo in zo'n structuur zou komen, ik denk dat er bij iedereen daar wel beter zou van worden als je elke renner naar daar stuurt. Dat gewoon een omgeving is waar elke renner beter van wordt. En ik denk dat hij een goede stage kan afwerken, goed weer. Ik denk dat er dan niet veel aan te doen gaat zijn. Maar het parcours moet hem ook wel een beetje meezitten. Als het een slijkere omloop wordt, ja. Ik denk dat er dan niet veel aan te doen gaat zijn. Nee. Bart, wat denk jij? Ik wil graag een beetje dwarsligger spelen. Ik denk, en dat meen ik wel, dat het Van der Poel kan zijn, gaat zijn. Ik vind dat we toch niet te snel moeten vergeten dat hij in Zolder, als hij daar niet op die helling hapert, misschien al zelfs niet hoeft te sprinten, want dat waren toch wel 6-7 cruciale meters net voor de sprint die hij daar al te pakken had. Schiet dan uit zijn pedaal, dus kan eigenlijk niet sprinten. Is denk ik fysiek die dag minstens even goed dan Wout van Aert. In Loenhout, als hij daar niet op een heel zwaar parcours, als hij daar niet de hekken in rijdt, de laatste halve ronde, wint hem ook. En dat is nog maar 10 dagen geleden, dus we moeten dat ook niet te snel vergeten. Van Aert is super en het valt allemaal nu juist in de plooi. Maar ik denk dat Van der Poel misschien een fractie minder is, maar niet heel veel minder. Nee, inderdaad. Natuurlijk, alles gaat afhangen, is hij helemaal gezond. Ja, want die rug, die speelt echt wel... Dat klinkt nooit goed en nooit leuk om te horen. Nee. Hopelijk kan hij volledig herstellen nu op stage in Spanje. Voilà, Wout van Aert of Mathieu van der Poel, een van die twee wereldkampioen in Hogerheide. En de volgende aflevering van Derailleur, dan zitten we al na dat WK
dan gaan we het weten. In de aanloop naar Middelkerke zijn we er opnieuw. En intussen kan u de wereldbekermanches natuurlijk altijd live volgen bij ons op Pix Plus Sports. Bedankt voor het kijken en het luisteren. En ik bedank mijn gasten ook voor hun komst naar hier. Ciao.